Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, congres over suïcidepreventie, fase 2 Safe City project vordert gestaag. Vicevoorzitter DNA over Most Influential People of African Descent Award. Paramaribo Zoo krijgt modern park. Expositie in verband met jarig president Bouterse. En uitspraakrechter in kwestie ministerie van Onderwijs, BVL. First Lady Ingrid Bouterse-Waldring weet niet van ophouden. Na het succes met de Wakkapassie is nu de Paramaribo Zoo aan de beurt. Binnen niet al te lange tijd krijgt de zoo een modern waterpark. Op dinsdag 8 oktober vond op het bureau van de First Lady de ondertekening van het contract plaats tussen de presidentsvrouw en het aannemingsbedrijf Atelier Omega. Geachte aanwezigen, voor ik ga afsluiten, wil ik ook een verrassing met jullie delen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft mij op 5 augustus medegedeeld dat nog een project van me is goedgekeurd. Het gaat om de bouw van een zwembad in Paramaribo Zoo. Dit project is goedgekeurd binnen het raamwerk van de Roadmap on Cooperations Program tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk van Marokko voor de periode 2017-2021. Ik denk dat we op een applaus. Dit is het in het kort. We zijn nu gekomen, vandaag is de grote dag, om eindelijk het contract te tekenen tussen de First Lady en de aannemer, het ministerie van Buitenlandse Zaken, om te kunnen starten met dit project. We kijken uit naar de opleving van de Paramaribo Zoo. Meneer Trussel heeft me al gevraagd om naar dieren op zoek te gaan. Misschien kan de beschermvrouwen daar ook een rol in spelen. Maar we gaan heel gericht met grote dierentuinen via ons bilateraal contact dat ook oppakken. Zodat onze zoo een internationale zoo kan worden. Even aan het eind wil ik de minister echt waar en haar team van Buitenlandse Zaken wil ik bedanken. Door hun hebben we geleerd dat we projecten kunnen indienen. En zij, zodra ze weet waar we een project kunnen indienen, geeft ze ons een kleine pingie en we dienen het direct in. Zonder haar en haar team natuurlijk had mijn bureau dit niet kunnen doen. Ik ga de Paramaribo Zoo ook vragen om het echt te trekken. Als er iets daar misgaat, om eigenlijk aan de bel te trekken, zodat we achter meneer Hesdy en zijn team gaan zitten. Ik wil ook nog een keer stressen dat het is een grant voor de duidelijkheid, voor men weer allerlei verhalen loopt te vertellen. We krijgen dat geld, absoluut, en wij zorgen ervoor dat het project wordt uitgevoerd. Dat is het, mensen. Mijn bureau doet het echt alleen met donaties. Ik wil van hieruit wil ik natuurlijk ook Marokko. Ik wil ze bedanken, Koninkrijk Marokko, want ze zijn een koninkrijk. Ik wil ze hartelijk bedanken voor hun grant. Dank u wel. Technisch het overal situatie. Heb je dan bij de aankomst binnen intreden, hebben we gedacht om een grotformatie, een doorloopgrotformaties te creëren. Opdat men, als men die doorloop gaat hebben, dat men al het gevoel heeft van hey, dit is echt een grot waar ik er doorheen moet gaan. Dankjewel. Het is voor mij als directeur van de dierentuin vandaag, First Lady, beschermvrouw, een bijzonder moment. Maar u wist me ook toen weer duidelijk een hart onder de riem te steken. Directeur, geef het niet op. Ik ga mijn best doen. En vandaag staan we hier met de opening. Hartelijk dank iedereen die een bijdrage levert. Dank u. Het enige wat ik zou willen zeggen, we hebben de First Lady in actie meegemaakt bij Wakkapassie. Dus ik denk niet dat het een andersoortige aanpak zal zijn.
Het gaat sowieso 24/7, maar dat is ook die spirit die we graag ook ingepompt willen hebben natuurlijk. Dank u wel. We drinken op een goed verloop. Ja? Succes met uw werk. Proost. Heel veel succes. Proost. Minister. Het geschil tussen de Bond van Leraren en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is bij de groene tafel beland. Het ministerie heeft namelijk besloten haar gelijk bij de rechter te halen. De kortgedingrechter heeft een beslissing genomen in deze zaak. Het besluit houdt in dat de middelbare scholen het onderwijsproces moeten hervatten. De rechter heeft de uitspraak gedaan en de uitspraak is eigenlijk dat de rechter de BVLI veroordeelt. In die zin dat we binnen 3 uren de stakingen moeten opheffen. We zijn het natuurlijk niet eens met het besluit van de rechter, omdat hij vooralsnog zegt dat het benoemen van directeuren iets om te maken moeten hebben met cao's. En omdat het daarmee dus niet te maken heeft, en zegt hij dat hij de stakingen niet rechtmatig verklaart. Nou, dat is de mening van de rechter en wij respecteren dat. En dan zullen we gaan kijken hoe wij hiermee verder moeten dealen. Wat is de volgende stap voor de BVL? Dus ik ga het vonnis krijgen hoogstwaarschijnlijk vandaag en dan zal ik dat bestuderen. Maar zeker naar onze mensen toe zullen we in hoger beroep gaan. Conform het vonnis zou ik dat moeten opheffen, dus dat houdt in, laat mij heel simpel praten, dat de schooldeuren morgen open gaan. De rechter heeft aangegeven, er zijn beperkingen. Hij heeft gesteld dat voor de beantwoording van die vraag er sprake moet zijn van 1. Of een bevestigende beantwoording van die vraag moet sprake zijn van een aantasting van een bij cao overeengekomen bepaling. Of een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling moet teniet zijn gedaan. Daarvan is in dit geval geen sprake. Het ministerie of de staat Suriname heeft dat niet gedaan. Er is dus geen arbeidsgeschil tussen partijen als zodanig. De overheid heeft geen cao-bepaling of iets anders overtreden of teniet gedaan. Dus zegt de rechter, dat geschil dat gevoerd wordt, breng u even in herinnering waar dat geschil is. De BVL stelt zich op het standpunt dat ze eigenlijk moet kunnen meebeslissen in de benoeming van directeuren van die scholen. Zij zijn van mening dat de OD automatisch moet kunnen doorstromen naar boven, naar de hogere functie van directeur. En wij hebben in onze stellingen naar voren gebracht dat dat niet kan. We hebben aangehaald dat in het kader van kwaliteitsverbetering een dergelijk model, het past niet, het past daarbinnen niet. Je wil transparantie, je wil dat mensen die naar die functie reflecteren vooraf moeten weten waaraan ze moeten voldoen. Dus een profielbeschrijving, et cetera. En dat heeft het ministerie gedaan. Er zijn sollicitatieoproepen geweest en ga zo maar door. Dus er is helemaal geen sprake van family and friends affairs zoals dat door de bond of haar voorzitter gezegd is in de media. Ik denk dat ik daarmee voldoende duidelijk heb gemaakt dat het een correcte vordering is geweest van de staat tegen de leerkrachten. En dat de rechter dan ook terecht die vordering heeft toegewezen. Ja. Het vonnis is dat de mensen binnen 3 uren na de uitspraak weer aan het werk moeten, om het even simpel te zeggen. De uitspraak is gedaan om 12 uur of iets na 12. U begrijpt dat dat voor vandaag dan geen haalbare kaart meer is. Het vonnis moet betekend worden aan de tegenpartij, aan de BVL. En daar gaan wij dus nu aan werken. Het vonnis wordt aan een deurwaarder gegeven en die gaat het dan betekenen aan de BVL. De dwangsom die is opgelegd is 10.000 SRD per uur. Wij hadden gevorderd een dwangsom van 100.000 SRD per dag. Dus daar zit een klein nuanceverschil in, maar ja, ik denk niet dat de mensen, dat de leerkrachten het zo ver zullen laten komen. En dat het gezond verstand zal prevaleren en dat ze uitvoering gaan geven aan het vonnis.
Het Safe City project heeft als doel de algehele veiligheid in Suriname duurzaam op peil te houden. Fase 1 van dit project is reeds achter de rug en fase 2 verloopt goed. Coördinator e-government Carlito Hewaki geeft een update van dit voor Suriname zeer belangrijk project. Meneer Hewaki, we hebben fase 1 van het Safe City project gehad. Momenteel is men bezig met fase 2. In welk stadium bevindt fase 2 zich? Ja, fase 2, zoals u ziet op de achtergrond, op 1 paal na staan zo goed als allemaal er. Het gaat om 20 in Wanica, 2 in Albina, omerond Albina en 3 komen op de nieuwe haven te staan. Zoals ik al zei, de fundaties staan er, de masten staan er. Wat nu bezig is, nu zijn EBS bezig samen met de mensen van Telesuur en MES om nog de camera's te installeren, de stroomaansluitingen en de fiberaansluitingen. Als dat alles rond is, om er rond, de streefdatum is 25 november, uiterlijk 25 november, dat in totaal de 25 masten dat ook weer operationeel zijn en aangesloten worden op de command center. Suriname heeft onlangs een award ontvangen. Wat kunt u ons daarover vertellen? Directoraat Nationale Veiligheid heeft de Skills of the Future Award gewonnen. Laatst bij de eerst gehouden Safe City conferentie. Waar 700 steden uit 100 landen aan hebben meegedaan. Suriname met haar 100 locaties in Paramaribo was goed voor die award. En totaal hebben we ook meer meegedaan, eigenlijk meegedinkt aan voor Excellence Award. Maar daarvoor komen we, als alles goed is, volgend jaar weer in aanmerking. Als wij ook met deze 25, dus in totaal 125 locaties, als wij dus zouden nog aan één ding maar moeten voldoen. En dat is het promoten naar de samenleving, waarbij we daar ook demofilms hebben voor om daar te kunnen presenteren. Dan kunnen wij volgend jaar weer in de prijzen vallen. Het is een pluimpje voor Suriname nogmaals om tussen de 100 landen, 700 steden, waarbij je meedenkt tussen steden als Londen, Servië, Belgrado heeft het Excellence Award gewonnen. Dus om tussen al dit soort landen mee te kunnen doen en toch in de prijzen te vallen. Dus bij deze feliciteer ik natuurlijk ons land ook. Het gaat om in 9 maanden tijd hebben wij als land, als de korpsen bij elkaar, hebben 175 cases kunnen oplossen. Het zal nu wat meer zijn, want we zijn nu weer 2 maanden verder. Maar het is dus een pluimpje. En het eind van het jaar is het dan misschien ook goed om te zien. Ik hoop het natuurlijk ook dat Safe City heeft bijgedragen aan ook het verminderen van de criminaliteit in Paramaribo. En vandaar dat het dus van belang is dat wij nu Wanica aandoen en dat we nu ook dus vergevorderd zijn voor wat betreft een derde fase om verder uit te breiden het hele land door, om daar ook te kunnen helpen bij het bestrijden van, maar ook preventief, dit systeem kan ook preventief helpen voor als het gaat om de criminaliteit. U haalt aan dat jullie zo ver zijn om fase 3 te starten met fase 3. Wat zal fase 3 inhouden? Fase 3 houdt in het verder uitbreiden van Paramaribo en daarbij dan ook gaan naar de verschillende Paramaribo en Wanica uitbreiden en dan gaan naar de overige districten. Voornamelijk de kustdistricten waar je dus stroom hebt en fiber. En toch wel een paar locaties in Para en als ik me niet vergis ook 1 of 2 in Brokopondo. Waarbij ik dus weer kan aangeven dat het dan op nog weer 100 strategische locaties landelijk gaat.
We hebben fase 1 gehad en daarbij ook een command center. Nu hebben we fase 2. U sprak daarnet over fase 3. Betekent dat dat we nog een command center zullen hebben? Nee, de command center is zodanig uitgevoerd dat hij in principe zo'n type command center wordt in de wereld gebruikt voor veel grotere steden met miljoenen mensen als in Suriname. Dus we zouden geheel Suriname kunnen aansluiten op de huidige command center. Waar we wel voor uitbreiding zullen moeten zorgen is in de datacenter voor opslag van de beelden. Maar dat is ook meegenomen in de designs, zodat als de 25 masten erbij komen, als de 100 weer erbij komen in de toekomst, dat we gewoon ook de uitbreiding plegen in de datacenters voor de opslag van de data. De vicevoorzitter van de Nationale Assemblee, Melvin Bova, heeft onlangs in de Verenigde Staten New York het Award for the Most Influential People of African Descent in ontvangst genomen. Deze onderscheiding volgt nadat hij eerder dit jaar genomineerd werd op de lijst van werelds 100 invloedrijkste mensen in Afrikaanse diaspora, jonger dan 40 jaar. De volksvertegenwoordiger hierover. Het Award for Most Influential People of African Descent is in feite een initiatief van de VN, ondersteund door de organisatie. In feite jonge mensen, in feite ook anderen die zich op een bepaalde en soms uitzonderlijke manier hebben bewezen in verschillende landen van Afrikaanse afkomst, om die in feite te zien. En te belichten en daarmee ook te waarderen voor het werk dat ze doen. Dat betekent dat er voor dit programma in feite 10 jaar is uitgezet in een resolutie van de VN om in die 10 jaar jaarlijks dus een lijst van 100 most influential people of African descent te identificeren. En voor mij was dus het waar genoegen dat ik voor dit jaar de derde in feite listing vanuit dit geheel op de lijst mocht zijn en het award in ontvangst mocht nemen. Ik denk dat mijn werk en mijn profileren binnen sociaal-maatschappelijke in het sociaal-maatschappelijk leven door de tijd heen natuurlijk zichtbaar is geweest in Suriname. Vanaf mijn periode als jongerenvertegenwoordiger heb ik het nog niet over mijn periode als padvinder en de verschillende studentenorganisaties, sportorganisaties die ik heb gejoind, tot aan op het hoogste niveau voor jongeren binnen het NUP als voorzitter van het eerste parlement. Dat is een basis om natuurlijk door te groeien tot parlementariër en later zelf vicevoorzitter. Maar het slotstuk, omdat je in feite nooit weet wat de doorslag is gegeven, maar ik denk het slotstuk bij mijn verkiezing tot president voor het Forum van Young Parliamentarians van de Interparlementaire Unie, dat is de internationale organisatie van alle nationale parlementen, mij ook op dat forum, internationaal, een forum heeft gegeven om ook zichtbaar te zijn. En ik neem aan en ik denk dat dat een zekere bijdrage heeft geleverd tot de in feite eerste nominatie en later ook de onderscheiding die, voor ons, die ik nu voor me heb. Voor mij betekent de onderscheiding natuurlijk heel wat. Het betekent dat je in elk geval als jonge Suriname gehoord en gezien ben geworden ergens door iemand, de organisatie, dan wel de organisatie zelf. Maar dat betekent ook een waardering voor het werk dat ik bijna de helft van mijn leven heb gedaan. Niet alleen in Suriname, maar ook binnen de regio, binnen de CARICOM en ook daarna. Internationaal, zoals ik aangaf, binnen de Interparlementaire Unie, want ook daar hebben we
stevige bijdrage kunnen leveren. Tot aan mijn verkiezing heb ik op meerdere momenten ook het forum mogen leiden. En nog beter en nog uitdagender heb ik de hele General Assembly kunnen leiden voor de eerste maal. Ik dacht twee jaar ongeveer geleden. Maar dat betekent ook natuurlijk een zekere confidence die wij mogen hebben dat Suriname in elk geval gezien en gehoord is op dit forum. En het betekent natuurlijk ook de uitstraling die we kunnen zijn naar anderen toe. We kunnen het. We kunnen het inderdaad. Aan de ene kant. Aan de andere kant betekent het natuurlijk een extra druk vanuit dit gegeven ook nog in die lijn een aantal dingen te zeggen, een aantal dingen te doen. En dat is natuurlijk de volgende stap waar ik naartoe zou moeten werken. Omdat als ambassadeur nu van de MIPET, de Most Influential People of African Descent, vanuit ook het karakter en de bedoeling van de organisatie en de resolutie van de VN, het ook bedoeld is dat je als ambassadeur bijdraagt aan de missie en de visie die is gesteld voor in elk geval de komende 10 jaar. In verband met de verjaardag van de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Bouterse, op zondag 13 oktober 2019 wordt op vrijdag 11 oktober de Sosolobby Expo geopend. Voor deze expo worden hoogwaardige beeldhouwwerken vervaardigd uit Surinaamse houtsoorten. Harriette Bolassing-Helstone, voorzitter van de stichting Smart and Purple Movement, vertelt meer over deze expositie. Nou, de expo wordt speciaal georganiseerd in het kader van de verjaardag van de president, tevens voorzitter van de NDP. En het is geen nieuw initiatief. Hè. Toen de president 70 werd, hebben we ook Expo Sosolobby georganiseerd in de hal aan de Grote Combiweg. Bij deze expo hebben we meer gedacht aan de driedimensionale werkers, de beeldhouwers. Zij hebben dus gemeend om een aantal beelden, zo'n 30 stuks beelden, te produceren voor deze expo. Het houdt dus een kunstexpo in. De kunstwerken hebben zeker te maken met de president, waaronder een groot relief van kunstenaar Jenry Udenhout. Maar ook de heer Linger, die heeft een beeld van 3,50 meter vervaardigd. Aan de voet van het beeld gaat het over de, zeker zo'n 45 jaar heeft hij de president gevolgd. Hij heeft gelezen over zijn sportcarrière en andere zaken. En dan verrijst het beeld zo in een, zeg maar, 3,5 meter. De kunstenaars die betrokken zijn mevrouw Margrethe Mosnadi, Jenry Udenhout, kunstenaar Massé, kunstenaar Abdul. En dan heb je ook nog kunstenaar Linger. Stichting Smart is een organisatie die kunstexpos organiseert. We bestaan al zo'n 15 jaar. En eigenlijk vanaf na de eerste expo hebben kunstenaars constant gevraagd van komt er een Sosolobby 2? En we hebben gemeend om het, kijk, we zitten aan de vooravond van de verkiezing. En we zitten ook aan de vooravond van 40 jaar revolutie. Dus we hebben gedacht, we organiseren dit allemaal in het kader van en rondom de NDP en onze voorzitter. De expo wordt gehouden in de congreshal. De officiële opening is vrijdag aanstaande om 8 uur 's avonds. En het gaat door tot 15 oktober. Het is 's morgens open van 9 tot 1 en in de avonduren van 6 tot 10. Deze expo is voor iedereen bestemd. Iedereen is van harte welkom om deze expo te bezoeken. Ik moet ook erbij vertellen dat de artiesten ook ontzettend getriggerd zijn door deze expo. En zij willen hun bijdrage leveren. Dus ze gaan voor de congreshal de hele zaak daar ophypen. We hebben Ghetto Crew, we hebben Molada Pinas, we hebben artiesten uit Nikeri die ook een bijdrage willen leveren om dit tot een geweldig geheel te maken. Muziek.
Suriname heeft een van de hoogste aantallen gevallen van zelfmoord in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde. Met 26 gevallen per 100.000 inwoners scoort Suriname zeer hoog op zelfmoordincidenten in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde van 16 gevallen per 100.000 inwoners. Het is vanwege de ernst van dit probleem dat het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization, PAHO, op 7 oktober 2019 een suïcidepreventiecongres heeft georganiseerd. De regering van de Republiek Suriname is zich bewust van het belang van een goede gezondheid van de Surinaamse burger. Het betreft in deze niet alleen de fysieke en sociale gezondheid, maar ook de geestelijke gezondheid. Immers wordt het steeds weer evident dat de geestelijke gezondheid van een individu een cruciaal onderdeel is van het geheel en het algeheel welzijn van individuen, samenlevingen en landen. Natuurlijk wordt het heel persoonlijk als je dus opgeschrikt wordt, en dat werd gisteren, kreeg ik een bericht, dat een jonge man, leerling van mij van 15 jaar geleden, ook zo'n situatie, dus een suïcidegeval, zich heeft voorgedaan. Jongen die altijd heel blij is, alle bruist van energie. En dat schrik je natuurlijk en dan wordt het heel persoonlijk en pijnlijk om te horen. En dan is het voor jezelf ook zo onverklaarbaar waarom het zo zal zijn. Vandaar dat de meeste mensen die dan ook, ik in de afgelopen 20 jaar betrokken heb gezien, want ook met het verhaal al 20 jaar geleden, ook vaak betrokken zijn geweest in zo'n geval, met zo'n geval. De regering van de Republiek Suriname heeft zich met de aanname van het Nationaal Mental Health Plan 2015-2020 gecommitteerd aan de geestelijke gezondheid, omdat zij het belang van een adequate en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg, dus zijn totaliteit, herkent in voor noemt plan, wordt in hoofdlijnen aangegeven welke strategieën toegepast zullen worden om de geestelijke gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Het suïcidevraagstuk in Suriname is geen oefen, maar hoort dit tot een van de grote zorgpunten van zowel de regering als de totale Surinaamse samenleving. Wereldwijd wordt suïcide beschouwd als een van de top 10 doodsoorzaken waarbij ook Suriname een hoge score heeft op de wereldranglijst van suïcidegevallen en suïcidepogingen. Op basis van de beschikbare data blijkt dat Suriname 26 suïcidegevallen per 100.000 bewoners heeft, zoals we het gezien hebben. Wereldwijd is dit 16 gevallen per 100.000 inwoners. Dit gegeven benadrukt natuurlijk de noodzaak voor de effectieve aanpak van dit vraagstuk. In Suriname een enorm public health probleem dat vraagt naar een integrale aanpak waarbij diverse actoren betrokken zijn. Vooral omdat suïcide te voorkomen is indien er voldoende preventieve maatregelen gepleegd worden. De regering wenst hierbij haar volledige comité te willen benadrukken voor de preventie van suïcide. En wijst erop dat zowel de publieke als de private sector hierin betrokken moeten worden. De regering onderkent ook dat door committering, teamwork, maar vooral de financiële middelen, van tijd tot tijd zien we dat ook, gezondheidszorg heeft een financieel vraagstuk, maatregelen voor de preventie van suïcide goed uitgevoerd kunnen worden. Voorafgaand aan de internationale dag voor de geestelijke gezondheid op 10 oktober 2019 is het
van essentieel belang dat wij ons bezinnen over de geestelijke gezondheid in Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid en haar werkarmen zullen indachtig voor de ontwikkelingen op dit gebied steeds weer acties moeten ondernemen om kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg te bieden aan iedere burger in Suriname. As you know, suicide is one of the leading causes of mortality for people, especially young people 15 to 29 years old. And then overall, it is the third leading cause of death for people in the age group 15 to 44. So this this conference actually is to make awareness and then how to prevent and collaborate and to reduce suicide in Suriname. So as you know, October 10 is the World Mental Health Day. One of the risk factors for suicide is mental health illnesses like depression. So we wanted to highlight the importance of preventing access to services for mental health. So this workshop for Suriname is to provide the leadership and then all sectors to come together to develop the plan to reduce suicide, death by suicide in Suriname. This Congress is not the end, this is the means to the end. What we are trying to achieve through this Congress is that all stakeholders, government, community, leaders and society to come together to understand and then create awareness that we can prevent suicide. To prevent suicide, we have to have also a roadmap. In this roadmap, what is to be done, where is to be done, how it is to be done, what is needed. So how do we provide services and care for those who need our services on time? So at the end of this Congress, we should be able to finalize our plan, which the government would be taking on, and then provide resources for the PCS and the other stakeholders to provide services for those who need the services before it is too far. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.